En daar gaan we weer. Dus jij ging aan de haal met een stego. Ja, en ik denk van, weet je, ik werd doodnerveus van, ik was even een stukje muur aan het uitbreiden, voor de gein, om even te kijken. En ik had die drie raptors mee, nou, ik werd er doodnerveus van, weet je dat, van dat geluid wat ze maken. Helemaal gek van, ja. Ja, echt waar? Ja, dus ik ga nu, ik heb liever een paar dilootjes, die vind ik veel leuker. En die raptors die zijn wel gaaf natuurlijk, maar ja, zeker die dilo's die trainen wat makkelijker, zeg maar, wat sneller vooral ook eigenlijk. Is dat zo? Ja. Een rot aan het sneller ook nog eens een keer trouwens. Zelfs een hoog level dilo gaat erop. Gaaf. Dus ik sta er hier eentje weer op de punt zeg maar. Ja. Dat er een of andere fucking bronto over me heen loopt. Rot op man. Sjoe. Even kijken hoor. Maar dat was wel gaaf, een level 8 T-Rex. Met twee dilootjes die er nu staan zeg maar. Ja. Nou, dat was gewoon de sjaak hoor. Die T-Rex. Okay. Geweldig. Lachen man. Ik zie wel dat jij alle... Dat Connex mee hebt genomen. Okay. Ik heb alles verplaatst. Oh, die staan in, die, in de hoek. Oké. Okay. Oh. Ik heb nog wel brood staan, dus ik ga zo'n broodje eten. Voor het geval. Ja, ik vind het prima hoor. Ja, nee, maar dan hoor je me eten. Dus voordat je... Oh, we hebben voorlopig nog wel genoeg Narcotics. Ja, ik had er best wel wat gemaakt ook. Waarom kan ik er niet... Oh, hij hangt weer. Zo. Ja, ik zag alle beestjes 10 meter naar achteren. Ja. Dat is wel weer met die laatste patch hoor, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik heb er ook inderdaad, ik zie het wel meer, ja. Je hebt ook een zoldertje gemaakt. Ja, oh, want ik had had ik een paar van die kistjes. Gaaf. En die ene heb ik volgeflikkerd met fiber. Gewoon alles wat je niet zo heel hard nodig hebt, flikker maar op zolder. En ik wilde daar ook een bed neerzetten, want die had ik er ook bij gehad. Ja, zag ik. Alleen, dat paste niet. Oh. Ja, die zolder moet ook maar. Ik wil het huis één breder maken, maar ja, ik wil eerst die muur uitbreiden. Ja, dat huis is toch breed zat? Ja, nee, maar dan kan je het dak wat mooier maken en heb je wat meer hoogte. Maar dat doe ik wel een keer als niks te doen of zo. Ja, als je dat echt wilde, moet je het zeggen, dan even kijken wat ik doe. Nee, joh, laten we eerst maar een beetje moeite steken in die muur. Gewoon een beetje tot het strand doorbouwen. Ik had al een klein opzetje gemaakt. Hoe kom jij trouwens aan een raptor? Heb je die genomen als engram? Nee, die heb ik volgens mij een keer gehad. Oh! Van zo, ja, ik pak best wel veel supply crates ook, ja. Zeg maar. Ja, ik had gisteravond nog even een paar te pakken. En daar had ik nog een bow en een soortje stone arrows. Ja, die andere zat niks. Want wat mij opvalt, hè, Karel is level 69. Alleen die heeft niet echt heel veel meer health of stamina. Of... Nee, ja, dat viel mij dus ook op gisteren, ja. Daar snap ik eventjes niet zo heel gek veel van eigenlijk. Ja, ik, waar zit het verschil dan in? Want ze zijn wel moeilijker te tamen, hogere levels. En ze zijn ook moeilijker te doden. Ja, okay. Ja, het grootste verschil is volgens mij food. Hey, Stefan die heeft 1300, zeg maar. En Karel heeft 2500 of zo. Nou, ik ga eens eventjes. Twee dilo's achter zo'n klein aapje aan. Het barst hier ineens van de dilo's. Ik zeg, zou zeggen, neem wat pijlen mee. En, Ja, ik heb liefst de raptors natuurlijk. Ja, maar ik vind een paar dilo's als bodyguard wel prettig. Ik merk ook dat ik het makkelijker vind om te gaan jagen als ik niet op een beestje zit. Oké, ik ben dus nu aan het oefenen om op een beestje te zitten. Oké. Hap, hap, hap. Uit elkaar. Kan ik er één? Een koe en een pijl in je borst. En nog een pijl in je borst. Zo, ik heb hier drie dilo's. Ik kan nu wel wat hulp gebruiken. Ja, ik kom wel even met wat meat die kant op. Wat heb je nodig? Meat voor maar wat meat en wat narcotics gewoon. AUB. Ik hoeveel narcotics heb je bij je? Want ik ben nog even wat meat aan het verzamelen namelijk. 10. Maar er liggen er
In elke dilo ligt wat, zeg maar, hè? Ja, dat is goed. Level 16, die krijgt er 5. Mooi pack zo. Dilo pack. Laatste plaats. Ja, als je dan een keer gaat farmen, dan hoef je ook niet bang te zijn voor dingen, zeg maar. Nee, dan heb ik gewoon 5 dilo's mee. En hallo, dan pak ik gewoon alles wat. Al van hoog level T-Rex, denk ik. Ja, en hoog level Spinehouden ook niet helemaal. Nee, maar. Het is beter iets en beter iets en iets. Even kijken, Nakot, ik zei je. Een beetje verplaatsen deze kast. Je kan ook die kasten naampjes geven. Oh. Ja, want in die ene kast ligt alleen maar hide. En dan denk ik van ja, dan doen we een narcotics in de kast. Waar we ruimte hadden, want als ik dan zeg maar nog meer narcotics had gemaakt, dan had het er niet gepast. En dan had het over 2 kasten gezeten, dus dat vond ik dan ook wel handig. Nou, we kunnen ook een zootje, ja, die hides waren niet echt nodig eigenlijk. Nee, ik las al heel veel gasten die gooien die hides ook gewoon weg. Ja, vandaar dat we er ook zoveel kregen op een gegeven moment. Hier heb je 1400 hides. Ik kan ze in het begin gewoon wel goed gebruiken. Ja. Ik kan nu wel een narcotic gebruiken. Ja, ik ben onderweg. Ik weet niet of je onderweg bent. Zo, jij krijgt ook nog even wat meat en nog even dingen. Ja, ik zie het al, het volgende puntje gaat in stamina. Ja? Ja. Nog steeds meer vlees hebben. Ja, we hebben gewoon heel veel vlees. Ah, vlees is altijd goed. Vlees is altijd goed. Een nieuw turn maken. Ik hoor ook niets. Oh, zo'n raptor. Moet hij dood? Goed zo, Stefan. Ja, de grap is dat als je ze echt moet hebben, zeg maar. Hoe moet ik dat zeggen? Als je ze zelf neerhakt, gaan ze niet zo snel of gaan ze redelijk snel dood. Maar als je erop zit, gaan ze minder snel dood, heb ik het idee. Oké. Maar nou ben ik ook de Philomania kwijt die ik net aan het aanvallen was. Ik heb een hele andere kutrepper gezien mee bemoeien. Waar zit het beest? Kut. Ah. Oeh. Hoe heet jij? Female? Nou, verzin nog eens een naam. Katarina. Klein vogeltje aan. Die vliegen dus niet weg. Oh. Ik heb niet erg. Kom maar. En je moet mij aanvallen. Ik ga niet stevig aanvallen, klote beest. Oh. Gaan ze achter die vogel aanlopen? Ja, dat kunnen ze dus niet, hè. Ja, dat doen ze ook met van die vliegjes. Ja, ze naar springen en happen en zo. Ik zag dus van de week een vliegje gewoon een rapper neerhangen. Ja hoor. Ja hoor. Wat? Ja, en ik kan die gewoon. Hé. En bedankt, hè? Ja, sorry. Nou ja, ik had er nog één te goed. Twee zelfs. Godver. Ja, die Bronto is boos. Ik zou. Ja, hoe krijg je die nou voor elkaar? Verdomme! Met je tyfuszooi. Hoe krijg je hem nou terug dan? Weet ik niet.
Juist, zo. Oh my. Hoezo heeft hij nou weer die bronto geraakt? Ja. Het zal wel door die klote vogel komen. Oké, nou, vogels moeten aanvallen. Ik ga even wegrennen. Zie je? Ik ben zelf bijna dood en Steven is ook bijna de pijp uit. Ja, ik kom achter jou, man. Ja, daarom. Maar die is toch niet zo snel, dus... kijken of nog wat hier leeft. Wel, nog steeds achter me aan die hufte. Jezus. Ik moet even uit zijn blikveld zien te komen. Ren anders door het bos over de heuvel. Ja, dat heb ik net gedaan. Dan loop ik gewoon steeds achter. Ja hoor. Jeetje mina. En ik heb honger en ik heb niks bij me. Godverdomme. Waaah, dit gaat me dood worden. Niet in het water. Nou, anders ga je ergens op een mooi plekje liggen om dood te gaan en dan laat je je gewoon doodgaan en dan ga je weer terug of zo. Daarna weet ik veel. Nee? Daar ben je Steven ook bij. Kak. Ik ga van broodje heen hoor. Ja, hij is goud man. Ja, als je wat eetgeluiden hoort. Ben ik wel gewend om eentje. Ja, daarom. Ik draai even mijn microfoon een stukje af. Heel even snel met baby's. Volgens mij heb ik hem niet kwijt. Berries moet ik hebben, juist. Heb jij nog ergens koekbieten op de volg? Nee. Nee, toevallig niet. En ook niet bij mezelf. Dus ik moet maken. Even een koffie zoeken. Ik ga het even snel kopen. Ik heb nog genoeg meat bij me op dit moment. Ja, ik heb ook genoeg raw meat, joh. Jij kampvuurtje daar? Nou, die van gisteren pak ik wel. Ja, die gewoon overkant. Ja, die ben ik vlakbij. Ja, het is echt ideale beestjesjagen hier. Ja, daarom. Deze kant. Ik snap die deuren af en toe ook niet helemaal als ik hier ben. Oh ja, helemaal gek. Zeker als je met die raptors en dilo's onderweg bent. Er komt er eentje lopend binnen en de rest gaat de kut violen. Nou, dat niet alleen. Helemaal gek. Wat mij behoorlijk ergert, zeg maar, is dat de ene keer als je aan de. Dat ze naar, zeg maar, naar binnen open gaan en de andere keer gaan ze naar buiten open. Ja. Hoezo? Ja, dat klopt. Ja, dat is net waar je staat. Ja, maar hallo, als ik. Zeg maar goed staan. Mm-hmm. Hoe moet dat zeggen? Ja, niks aan voor u doel. De ene keer doet hij het wel, dat als je tegen de deur aan doet, dat hij open gaat en dan een keer niet. Maar die bronto ben ik een kwijt, ik ben alleen half dood. You are starving, so find something, to eat. Ja. Wat denk je dat ik aan het koken ben? Oké. Oh ja, en als je het wilt temen en je hebt je beestje bij, zet hem dan op passief, want ook al ga je temen, dan valt hij nog steeds aan. Ja, je moet hem echt op passief, ja natuurlijk. Ja, ja, ja goed, dat had ik. Is mijn papa.
koe bleef lang achter me aanlopen in ieder geval. Ja. Dus je moet gewoon geen vliegende beestjes aanvallen. Alleen hoe ik hem nou terugkrijg, dat wist ik dus even niet. Goed voor Steven inmiddels. Goed hè. Beetje heids. Zo, nou, poging 6. Voor wat? Ik heb een kilo getrankt. Hoppa. De raptors gaan zo goed. Nou, die lopen er ook niet zo heel veel waar ik nu ben, dus ik pak nu gewoon wat ik pakken kan. Even kijken, hoe is het met onze shizzle? Dit is een foodling, dat zijn die mayoberries. Dit is ook een growthling, die is er bijna. Deze mag wel wat. Er liggen inderdaad ook een paar honderd mayoberries. Ja, precies. Kat, loopt hier. Je kan niet in mijn nek gaan lopen, gek beest. Oh, ik moet heel snel fertilizer hebben. Hebben we nog? Yes. Oh, ik ga zo voor in minuten, toch? Moeten we even het stront verzamelen, zie ik. Ja. Fertilizer 260. Ik ben er net op tijd bij. Oh, voor die Narcoberry dingen. Maar nou moeten we inderdaad spoilen. We moeten gewoon heel veel meat hebben. Want hoeveel beestjes wil jij in totaal? Een stuk of 3. Met die 2. Nou, 4 nu we hebben. Ja, precies. Ja, eigenlijk deze 2 nog. Dat is genoeg toch? Voorlopig wel. Ja, nee, maar dat is net even mooi. Net even alles neerhalen wat je wil. Als ze kunnen het craften. Oh, je hebt gewoon een Tyrannosaurus arm. Je hebt gewoon een Tyrannosaurus arm. Oh. Even kijken, heeft iemand nog spoiled meat hier? Hé, hey, Trucius leveltje up. Ik doe hem in movement speed. Ja. Prettig voor Trucius, ja. Jezus, traag. Zo, daar is Dilo. Nee, dat is niet. Zo, hier vlees bij me nu. Heb jij nog vlees nodig of niet? Nee. Nog 17. Ja, we moeten gewoon veel spoiled meat hebben, dus... Ja, ik heb er nu nog 5 in mijn pack, dus... Ja, want als we dus inderdaad zo'n krab willen hebben, hebben we die hard nodig. Ja. Alleen het probleem is, je moet het ook meteen gaan gebruiken. Kijken naar zo'n Carno. Oh, daar is die Brontosaurus die maar aanviel. Kijken of die geheugen heeft. Dat is nog niet. Ah, daar is.
wiet verzamelen gaat ietsje sneller op deze manier. Ja. En ook heids verzamelen trouwens. Spoort niet op die beestjes gaat van iets van 12 minuten naar 45 minuten. Oh ja? Ja. Ik hoor je nu heel slecht. Ja, ik ben aan het eten. Sorry. Zit met die commando's. Ja. Maar wel net even met z'n tweeën een level 96 rapper gekild. Even hier een rondje doen. Ben je nog iets aan het themen op dit moment of niet? Ja. Maar dat is nog heel. Duurt nog heel even. Oké. Duurt het even nog, want anders wil ik misschien wel even op zoek naar zo'n Je kan dus niet iets oppakken als je op de way dat zit. Wauw, ja. Ja, ik weet niet hoe lang het even nog duurt, joh. Ik vind het zo moeilijk te zeggen. Ja, op hoeveel procent is hij nu? Nou, een beetje beide op 50. Bijna op 50. Beide op 50. Is goed om te weten. Als je aan het aanvallen bent en je stamina is op, zie ik ken je die sterretjes? Je hebt je level up en zo. En als je geraakt wordt gepoint, dan komen die sterretjes erboven. Ja. Dus die raptor heeft die dus ook. En als je aan de stamina bent en je vecht door, komen die sterretjes omhoog. Dat is wel eventjes iets om op te letten. Zeg. Oh. Dat waarschijnlijk. Nou ja. Een spoiled meat nodig. Ja, ik zie daar namelijk zo'n schorpioen volgens mij. Ik heb alleen maar één spoiled meat. Crap. Nee. Zo, hé, klaar. Ik heb meer spoiled meat en die gooi ik zo in. Ja. Dan ga je proberen om zo'n beestje te temmen. Want hier zit er een aantal dat ik weet. Maar het wordt in nacht, dus dat ga ik vannacht niet doen. Top. Ja, daar ben ik mee gestopt hoor, dat doe ik gewoon niet meer.
nee. Altijd dood als je het s'nachts doet namelijk. Yep. Hé, oh, er was weer een bukje. Oh, inderdaad, het spoiled meat is nou ineens 55 minuten houdbaar. Oké, nou, ik heb nog 4 spoiled meat. Ik denk niet dat dat genoeg is, maar als je wachten, dan... Is de rest van de meat ook wel spoiled? Ja, precies. Dat zou ik jullie in mijn eigen handen doen. Nou, de een was een level 40 en de ander level 16 of zo. Dus ja, de een ging wat sneller dan de ander. Ja, dat is zo weer. Ja, ja. Nou, hier zitten genoeg van die schorpioentjes, kom ik achter. En wegwezen. En waar is dat precies? Oké. Dus als je... Ja, hoe moet dat uitleggen? Je gaat een klein stukje naar rechts. En daar eroverheen. Dus heb je... Oh. Ja. Oh, daar. Ja, nee. Daar waren ook heel vaak een T-Rex loopt. Juist, daar zo. Ja. En ook, die dus inderdaad hier ligt, al dicht te zijn. Rex, oh. Level 32, dead. Hoppa, kom ik hier met je meat. Kom met het prime meat. Ja, dat zal niet. Dat zal denk ik niet zo snel lukken. Oh, ze zijn hier verliefd. Daar. Oké, en wegwezen. Het is donker. Ja, het is ook bevolkt. Ik kan echt niet. Ik kan echt niet wachten op die improvement hoor. Wat? Daar nou achter. Wacht even. Ja, ga ik. Samen, ik zie geen kut namelijk. Ik zie echt helemaal niets. Ja, dat kan gewoon. Hoe is dat? Ja, dat kan ja. Ik weet dus niet even wat ik ben. Ik ben even weggevlucht voor een Carno. Carno wil ik eigenlijk wel hebben. Waar de bliep zit ik? Ja. Sowieso denk ik als wij genoeg Trank Arrows hebben, dat we gewoon een low level T-Rex gewoon kunnen pakken hoor. Denk je niet? Ja, zullen we eerst een Carnootje doen dan? Dat is zeg maar de way to go. Oh hier. Ik ga de muur in en ik ben er weg van. Komt in één keer van het niet zo'n Carno. Dan is het hartstikke mistig en dan zie je dus gewoon echt helemaal niks. Ja, maar ze zijn ook moeilijk te onderscheiden vind ik. Af en toe. Waarom staat het? Oh, ja, dit gebeurt mij ook al 100 keer. Is ook niet helemaal lekker. Zo, ga ik eerst eens even koken. Wat een hel is het zeg, hé, als het geen licht is. Ja. Oh, theetje. Even wat wiet koken. Nou, dat wordt animal feces meegenomen. Oh ja, dat spoilt niet straks maar in cementpaste. Ja, dat verloopt toch. Die is een level up, health. Want die Dilo is movement speed 300. Alleen, is dat... Weet je, dat vraag ik me af. Is dat altijd hetzelfde? Of wisselt dat nog wel eens? Stefan heeft nog wat hides. Nog wat spoiled meat. Maar ja, die spoiled meat in hem duurt 48 minuten en die spoiled meat in mij duurt 5 minuten. Dus dat is wel even... Oké. Okay. Wat heeft Thea? Hij doet weer niks. Goed. Oké, die heeft alleen maar meer. Nou, 18 meter is voorlopig wel genoeg, toch? Ja joh. Ik
check het vanavond wel even, dan kan ik zien hoe snel het gaat. Oh, jij bent al, je ligt al in kunstjes te wezen te zijn te dingen. Yep, ik ga er ook vandoor. Ik ga douchen en dan ga ik naar mijn ouders. Is goud dan. Ja? Spreek je misschien vanavond nog? Ja joh, adel even contact. Oké. Yo. Ga je nog even verder. Maar het hele is dat ik er zo langzamerhand ook wel een klein beetje klaar mee ben. Hoog gedaan zoals jullie gezien hebben. Waar zijn die narcotics? Hier zijn de narcotics gebleven. Hoplakee. 171 narcotics. Major berry seeds. Even kijken hoe het is met de fertilizer. Maar we hebben een hoop gedaan vandaag. En toch wil ik even deze wat verder van de muur af hebben. Gewoon voor mijn gevoel. Tris heeft natuurlijk narcoberries. Daar kan ik nog even een paar van maken. Nee, je hebt nog wat spoiled meat. En jij moet maar eventjes blijven staan. Hoppakee. Dat is niet. Maar goed, ik hoop dat jullie in ieder geval... Oh, hier zat er genoeg spoiled meat in ieder geval. Ik hoop dat jullie weer hebben kunnen genieten. Het was even lang geleden voor het laatst dat we hebben kunnen spelen samen. Vandaar dat ik die update even tussendoor deed. En nou, ik hoop dat jullie namelijk zin hebben gehad. Ik ga nog een paar kleine dingetjes doen en dan stop ik er ook mee. En dan gaan we binnenkort weer verder. Ome Slikkum en Ome Seeds. Dit was Ark Let's Play Together. Deel zoveel, denk ik. Ik kan hem aardig opknippen. En ik zie jullie later. Hoi hoi!